Hele goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik ben nu bij Alexander, want ik moet deze nagels echt zo nodig doen. Het ziet er echt niet meer uit. De Luxe Nails en Spa is momenteel gesloten en wordt pas over een lange tijd weer geopend als het goed is. Dus ik ga gewoon even bij de dichtbijzijnde nagelsalon mijn nagels fixen en dan ben ik klaar, want ik moet morgen naar Manchester voor werk. En dus ik moet het even fixen. Voor de rest ben ik hier echt met moeite geparkeerd. Ik heb letterlijk ruzie gemaakt om deze plek. Gewoon met scheid erin geparkeerd. Maar ik ben blij dat ik een parkeerplek heb. Ik ga nu even snel een smoothie halen en dan richting de nagelsalon. Ik ben vanochtend even vroeg opgestaan om voor jullie een vlog te editen. En die staat nu online. En ik heb de volgende vlog ook al geëdit voor morgen als ik in Manchester ben. Dus ik loop lekker goed op schema. Ik heb vandaag echt zo'n chill outfitje weer aan. Ik heb een Levi's trui aan en mijn eeuwige Nike broek. Die is echt zo chill. Ik heb net een heerlijke smoothie gehaald bij de Laplace. Een nieuwe smaak voor de verandering. Ik heb ananas met banaan en havermelk. Jongens, ik heb hem geproefd. Hij is echt lekker. Net thuis. Oh, ik ben echt zo misselijk geworden. Ik had een pastaatje gekocht bij Alexander. Maar meestal zijn ze echt heel erg lekker bij die lumpia kraam. Maar dit keer was het echt zo vettig. En mijn handen stinken gewoon naar vet. Ik ga zo gelijk douchen. Ik wil eigenlijk een outfit scoren voor morgen als ik naar Manchester ga. Maar ik heb helemaal niks kunnen vinden. Er was echt gewoon geen fuck. Het enige wat ik heb gekocht vandaag. Ik zie het ook echt niet uit. Er zijn twee broeken van de Zara. En ze allebei dezelfde kleur, maar een andere pasvorm. Ik heb vergeten om mijn nagels te laten zien. Dit zijn mijn nagels. Ik heb ze een beetje pinky nude gedaan. Ik vind het wel mooi, maar ik mis de Luxe Nails en Spa heel erg. Maar voor nu een dikke prima. Kijk dan, ik overdrijf echt niet. Dit is gewoon een vlekje van de vet die van de pastai afkwam. Ik had hem even op mijn schoot gezet met een zakdoekje eromheen en besef dit gewoon. Ik ben echt boos. Bah. Ik ben heerlijk gedoucht. En toen heb ik mijn prachtige pyjama weer aangedaan. Mijn lievelingspyjama. En mijn hoofd ziet er zo uit. Omdat ik dacht van, nou, ik ga douchen met make-up. Ik weet nog wat ik vanavond ga doen. Ik heb geen zin om me opnieuw op te maken. Maar dat kon ik beter wel doen, zo te zien. Ik heb nu even mijn haarmasker ook ingedaan gelijk. Om het uit te proberen. Ik ben heel erg benieuwd wat ik met mijn haar ga doen. Want ik heb echt heel lang geen haarmasker gedaan. En mijn haar was de laatste tijd weer echt heel erg droog. Maar ik wou jullie even dit pakketje, wou ik zeggen. Maar het is echt een pakket. Laten zien van Desenio. Die heb ik laatst gekregen. Ik mocht van Desenio echt heel erg leuke lijsten met posts uitkiezen. En dat heb ik gedaan. Ik ben heel erg benieuwd of jullie dit allemaal bij mij vinden passen. Want ik heb wel echt iets gekozen wat bijna niemand heeft gekozen. Als ik heel erg eerlijk moet zijn met jullie, zou ik eigenlijk voor de posters met de iconen willen gaan. Want die wil ik zo graag in mijn huis. Maar ik dacht, die heeft inmiddels iedereen al. En toen ben ik verder gaan kijken. Toen ben ik op deze prachtige poster uitgekomen. Ik zit even op de grond. Mijn gezicht is echt zo rood. Mijn masker ruikt trouwens echt lekker. Maar ik heb dus eigenlijk een beetje gegokt op de maten. En de lijsten blijken echt wel echt mega groot te zijn. Groter dan ik had verwacht. Maar ja goed, ik wil eigenlijk ook wel mega lijsten hebben voor, voor ons toekomstige huis. En voor nu vond ik de kleinere lijsten wat leuker. Maar ik heb echt best wel grote besteld. Ik heb deze. Al zwart gekozen trouwens, omdat ik het gewoon heel erg mooi vind. Je hebt de keuze volgens mij uit wit, hout, zwart en goud. Maar ik heb helemaal geen goud in mijn huis. En ik wil eigenlijk ook helemaal geen goud meer in mijn huis. Dus ik ben gewoon voor zwart gegaan. Dat vond ik eigenlijk het mooiste. Dit is de afmeting 30×40. En het is letterlijk de kleinste lijst die ik heb gekozen. Ik ga stuk. Normaal gesproken is het echt de grootste wat mensen kiezen. Daarnaast heb ik 3 lijsten. Oh mijn god. Die zijn mega. Maar ik heb het even uitgeprobeerd op deze muur. En volgens mij is het best wel mooi. Is een lijst van 50×70. Oh my god. Dit is 70×100. Min. Wat wacht je? Hij is echt zo groot. Hij past niet eens op beeld. Maar deze vind ik wel echt perfect voor ons toekomstige huis. Deze ga ik gewoon denk ik bewaren. Krijgt een mooie plek in de gang ergens. Trouwens, mochten jullie lijsten willen bestellen of posters, dan kan dat bij mijn code Miriam30. Die is 3 dagen geldig. Dus mocht je willen bestellen, moet je dat nu doen. Dan gaan we nu over naar de posters. Die zitten als het goed is hier allemaal in. Ik ga jullie eerlijk zeggen, ik heb echt de mooiste posters ever. Ik heb even gekeken en de kwaliteit is ook echt ziek. Ik had echt niet verwacht dat ze zo mooi zouden zijn. Als eerst, oh mijn god jongens. Kijk, één keer mooi. Oh my god. Als eerst wil ik wel even zeggen dat het natuurlijk twee broers zijn en geen koppel. Maar ik zag het gewoon als een koppel. Ik vind het echt zo'n mooie foto en zo krachtig gewoon. Ik heb hiervoor gekozen gewoon omdat leeuwen gewoon mijn lievelingsdieren zijn. En even serieus, deze pose is toch niet normaal. Deze moest ik gewoon in mijn huis hebben. Trouwens, ik heb er ook echt op gelet dat het allemaal een beetje in dezelfde kleuren waren. Want ik hou dus heel erg van zandkleuren, van bruine tinten. Ik heb nu een beetje brons en zo in mijn huis. Dat het ook allemaal erbij past. En leeuwen. Ik ben zo gek op leeuwen. Passen er echt gewoon perfect bij. Dus ik heb er leeuwtjes gekozen. Je kan dus op Desenio een wall maken. Zeg maar voordat je iets bestelt. En dan alle posters zo naast elkaar neerzetten. Om te kijken hoe het allemaal eruit ziet. En dat heb ik een beetje gedaan. Want ik dacht van ja, wat moet ik in godsnaam naast een leeuw neerzetten? Toen heb ik maar voor alles uitgeprobeerd. Je hebt ook echt prachtige posters met planten en zo. En toen dacht ik van ja, dat geeft me eigenlijk wel een beetje rust in huis of zo. Het ziet er heel erg rustgevend uit. En toen ben ik voor deze twee gegaan voor naast de leeuw. Als eerst deze. En weer zie je de kleuren hier heel erg in terug waar ik van hou. Ik vond het echt zo mooi. En ja, dit straalt gewoon rust uit. En dat moest ik gewoon in mijn huis hebben naast mijn leeuwtjes. Dan heb ik nog een poster met een plant. Het is een bloem. En dit is een paardenbloem. Als ik met mijn vriendinnetjes ging spelen en zo, we kwamen paardenbloemen tegen. Dan gingen we ze uitblazen en gingen we een wens doen. Dus. En vandaar dat deze ook in mijn huis komt. Dan hebben we iets wat ik eigenlijk met een knipoog heb besteld. Ik vond het gewoon heel erg tof. En dat is deze kleine poster. Hakuna Matata betekent eigenlijk geen zorgen of geen problemen. En het komt voor in The Lion King. En zoals jullie weten hebben wij laatst de première van Lion King gekeken met onze volgers. Omdat het gewoon een van onze lievelings Disney film is. Dus vandaar Hakuna Matata, geen problemen, geen zorgen. Oh, dit is de laatste, maar deze is echt zo fucking mooi. En volgens mij is dat de grootste. Oh my god. Oh my god, ik ben echt zo verliefd. Wauw, wauw, wauw. Dit is zo mooi. Dit is niet normaal mooi. Wauw. Prachtig. Ik ben hier zo verliefd op. Ik kan niet wachten tot Nessie het allemaal ziet, want hij weet nog niet wat ik heb besteld. Maar ik ben hier zo blij mee. Laat me alsjeblieft in de comments weten welke poster jullie het mooiste vinden. Ik ga het nu even allemaal in elkaar zetten. En dan zie ik jullie straks. Nessie komt zo thuis. Trouwens, voor het geval jullie afvragen wat ik heb gekozen. Dit zijn mijn posters. Als je hierop zoekt, ga je het gelijk vinden. Zo, nummer 1 is klaar. Ik ga even snel verder met de rest. Ik heb nog genoeg te doen. Deze lijst is al klaar met de posters. Oh mijn god, het is zo mooi. Niet normaal. Ja, we zijn inmiddels ook. Hoe vind je de lijsten? Ja, mooi hoor. Aan de slag gaan. Ja, ze gaat me eindelijk helpen. Oh mijn god, we zijn eindelijk klaar met deze 4 lijsten. We hebben ervoor gekozen om voor deze 4 te gaan. Deze megalijst gaan we even bewaren in de kelder. Voor ons toekomstig huis. Want hij gaat hier echt niet passen. Hè? Het is te groot voor hier. Dit is zo mooi. Hoe gaan we dit doen? Dus echt heel stom. Maar we zijn achtergekomen dat we hier dus helemaal niet kunnen boren. Hier wel, maar ik wil echt niet een schilderij achter de tv. Dat vind ik echt niet mooi. We hebben in een gang kunnen we eentje doen, maar volgens mij alleen maar die kleine hoor. Deze is mooi. Of wil je boven de kapstok eentje doen? En de breedte zo. We kunnen ook eentje in de wc doen, maar ik vind Hakuna Matata leuk. Dat is toch leuk? In de wc. Voilà, doe. Ik ga helemaal stuk. Hakuna Matata komt gewoon in onze wc. Leuk. Is recht. High five. Yes. Kijk, als je zo op de wc zit, kijk je naar boven. Ah, geen zorgen. Geen zorgen. Normaal. Oké. Ik ben heel benieuwd. Oh, dat is echt heel mooi. Nessie heeft gewoon de kapstok weggehaald voor deze leeuwen. Kijk dan. Oh, dat is echt vet mooi. Als je zo binnenkomt zie je, oh, lion. Ik vind het echt heel mooi. Toch? Maar kijk, we kunnen hier ook iets ophangen, maar het is wel echt klein, hè, voor wat wij hebben. Waar van de kapstok? Dat is echt mooi. Ik vind het echt leuk. Oh. Dat moeten we in onze, als we dan een ander huis hebben, ja, moeten we in de gang die grote leeuw doen. Ja. Dan kom je sterk binnen, ja, leeuw. Die doe ik in de kelder. Ja, mooi man. Kijk, dit is wel echt te groot. Nee, dat kan echt niet. Dat is niet mooi. Oké, Hakuna Matata gaat weg. Oh, deze weg. Past het wel? Past, past. Echt? Oh, ik vind het echt mooi. Ja, toch? Oh, dat past op mijn handdoekje. Hier, perfect. Oh, perfect. Wel een beetje groot, maar maakt niet uit. En dan... Nou, perfect. Hé, hey, maar ik vind dit zo echt mooi samen. Kijk. Dit is toch top? Kijk, dit en dan dit ernaast. Oh my god, Ness. Eerlijk. High five. Jongens, als jullie lijsten willen met posters van Desenio, ik heb een kortingscode Miriam30 en dan krijg je 30% korting voor de komende 3 dagen. Dus wees er snel bij. Een leeuw laten zien, kijk hoe ze gaat reageren. Dina, kijk. Leeuw. 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 Doe dat iets. Nee. Hij gaat deze dus meenemen voor op zijn kantoor. Wij zitten te discussiëren, want hij wil de leeuwen meenemen, maar dat mag echt niet van mij. Dat is echt mijn lievelings. Hij neemt deze maar mee. Hij is inmiddels weg. Ik heb mijn haren gewassen. En ik haal nu even mijn make-up eraf, want het zag er echt niet meer uit. Daarna ga ik even mijn haren doen. Het wordt altijd een beetje rood als ik mijn make-up met eraf haal. Daarna ga ik even mijn haren doen en dan moet ik mijn koffer inpakken voor morgen. Echt, ik heb helemaal niks om mee te nemen. Dus ik moet wel echt even in mijn kast gaan graaien. Om te kijken wat ik allemaal heb. Maar het komt wel goed, joh. Het is maar 1 nacht, 1 overnachting. Zo, ik heb eindelijk weer een keer na lange tijd mijn haar gevund. Het is echt lang geleden, maar ik moet jullie heel eerlijk zeggen... Ik vind mijn haarkleur momenteel echt zo gruwelijk lelijk. Het is gewoon weer zo blond. Ik weet niet. Ik vind het niet zo mooi. Ik vind ook, het, ja, als ik blond heb, ziet mijn haar gelijk beschadigd uit. Terwijl eigenlijk de conditie van mijn haar op het moment echt best wel oké is. En ja, ik wil gewoon heel graag weer donker gaan. Het komt allemaal door de zon trouwens. Ik heb het niet geverfd of zo, maar... Ik baal hier wel echt van, want ik voel dit gewoon niet meer. Dus ik ga mijn haar gewoon vast doen. Verder baal ik ook ervan dat ik altijd denk dat ik alles last minute moet doen. Ik heb gewoon nog best wel veel te doen op dit moment. Ik moet me inchecken vanmorgen. Ik moet het parkeren in Schiphol gaan regelen. Ik moet nu nog de vaat doen en ik moet... daarna nog koken. En ik moet mijn koffer inpakken terwijl ik helemaal geen outfits heb. Ik baal hier echt ontzettend van. En elke keer zeg ik van ja, ik ga volgende keer echt op tijd beginnen. Maar met reizen, ik weet niet. Ik ben daar gewoon echt niet goed in. Ik heb me inmiddels ingecheckt en ik ben mijn jas nu aan het opruimen. Ik heb mijn woolritjas weer gevonden. Ik heb deze echt eeuwig niet aangehad. Het komt vanwege... de bond, zeg maar. Dit is de enige echte bond die ik in huis heb. En ik heb er echt zoveel spijt van. Dat ik hem echt gewoon nooit meer heb aangeraakt daarna. Ik ben gewoon gestopt met bond dragen. Dus ik heb er echt heel veel spijt van vandaar. Maar ik ben van plan om deze kraag gewoon eraf te halen. En de jas gewoon of zo te dragen of gewoon te verkopen. Maar wat mij echt opvalt is dat mijn katten... allebei dus heel erg graag hierop liggen. Waarschijnlijk omdat ze dus gewoon voelen dat het een diertje is. En nu voel ik me gewoon nog schuldiger. Ik voel me nu echt gewoon kut. Hi, kleine beestje. Oh. En deze jas, ik geloof het of niet. Deze lijkt echt zo echt. Maar deze heb ik gewoon in de sale gescoord bij de Zara. En dit bedoel ik dus. Je kan gewoon... net bont dragen en dat het gewoon niet goedkoper uitziet. Ik heb met de vaat gedaan, keuken opgeruimd en een beetje gedweld. En nu ga ik deze roomspray een beetje in de woonkamer spuiten. Ik heb het hele huis schoongemaakt en toen had ik geen zin meer om te koken. Dus toen heb ik eten besteld en ik heb een bordje gemaakt voor Nessie. Ik heb het bordje klaargelegd voor Nessie. Lekker Arabisch eten, heeft hij heel veel zin in. Hij komt straks thuis. En ik heb nog steeds op mijn domme hoofd... nog steeds niet mijn koffer ingepakt. Ik ga echt even uitbuiken hoor. Ik denk dat ik even een theetje of zo ga maken voor mezelf. Lekker op de bank ga zitten. even een uurtje gewoon op de bank ga liggen. En daarna ga ik kijken wat ik mee ga nemen vanmorgen. Want ik heb volgens mij alleen een handbagage. Dus mijn make-up bag. My red make-up bag. Voor de mensen die 90 Day Fiancé kijken. Als ik make-up bag zeg, dan denk ik altijd aan Avisha. Ik ga even kijken wat ik mee ga nemen. En ik hoop gewoon echt dat ik een leuke outfit kan vinden. Ik heb echt zoveel nieuwe dingen, maar zeg maar niet echt setjes. Ken je dat je allemaal losse dingen haalt, maar niks past bij elkaar. Ik heb helemaal geen zin in thee. Ik ga gewoon lekker koffie voor mezelf maken. Dit is altijd zo grappig als ze vragen van wat gaan we eten vandaag. Woe! Ik was natuurlijk vergeten dat ik de vader aan had. Woe! Heet. Altijd als ik zeg van wat gaan we eten, dan wil hij een foto van. Laat zien, maak een foto. Vandaag mijn vitamines zoeken heb ik geslikt. Ik slik altijd deze vitamine D. Maar dan met olijfolie ofzo, dus niet in een vorm van tabletten. Als de koffie hier is, moet je hier afhalen, anders kan ik geen koffie maken. Zo, dat is tegenwoordig hoe ik mijn koffie drink. Gewoon koffiepad natuurlijk. Ik gebruik vandaag, dit kopje heb ik van de Action. Ik denk letterlijk 5 jaar terug gekocht voor ons eerste huisje. Ik gebruik deze rom van de Albertijn. Normaal gesproken heb ik gewoon een flesje, maar die is op. Dus ik gebruik even deze. En dan, oh, en dan 1 theelepeltje met Sukrine. Ik heb een pot van mijn Sukrine hier. Heerlijk. Ik denk altijd een glas met water voor bij de koffie. Dus ik ben inmiddels aan het inpakken, maar dat gaat niet zo goed. Ik ben een uurtje gaan slapen, niet normaal. Ik ben echt zo moe geworden door al die koolhydraten. Ik voel me echt een beer gewoon die even een winterslaap nodig had. Ik ben begonnen aan inpakken. Dat gaat niet helemaal goed, moet ik zeggen. Ik heb gewoon geen outfit. Ik heb letterlijk 2 zwarte outfits. Die nergens op slaan. Mijn tweede batterij is ook opgeladen. Paspoorten zijn ready. Ik heb ingecheckt. Ik regel dat we in Schiphol kunnen parkeren. Mijn koffer is bijna ingepakt. Mijn mooie lijstjes met mijn lieve poster hangt in mijn huis. Ik ben hier zo blij mee. Kijk, dit zijn letterlijk mijn outfits tot nu toe. Want ik ben echt even kijken in mijn kast dat ik allemaal heb. En ik dacht gewoon voor onderweg weer lekker mijn Adidas broekje. Want ik vond die gewoon heel erg chill. Dus inmiddels thuis. Lekker aan het vreten, jongen. Dat kan me niet zo lekker, kutje, man. Dikzak. Oh, jongens, mijn beste maatje gaat zeker mee. Jongens, ik ben klaar met inpakken. Als het goed is, heb ik mijn outfits klaar. Jij bent nog helemaal niet ingepakt, hè? Net is gewoon aan chillen en aardbei aan het eten. Maar ik ga denk ik bij deze ook de vlog gelijk afzetten. Want ik moet deze nog editen voordat ik morgen vertrek. Ik hoop dat ik dat haal. Het is al best wel laat nu. Maar het komt vast wel goed. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei. Mensen hebben. Kijk, dit is chiller.